Hey, hallo! Wil jij in het jaar dat de kinderrechten 25 jaar bestaan ook een kinderrechten supporter worden? Let dan goed op! We vragen jou om alleen, samen met vrienden of klasgenoten, of met de hele klas, een 5-shot film te maken. Een 5-shot film? Wat is dat nou weer? Ik leg het even uit. Het belangrijkste van een film is het verhaal. Bedenk eerst een mini-verhaal, waarbij je één van de 54 artikelen uit het kinderrechtenverdrag als onderwerp kan gebruiken. Op de website kan je voorbeelden zien. Daarna neem je de film op in 5 shots. Maar hoe kom ik dan aan die shot? Nou, shots maak je met een camera. En die zitten in telefoons, tablets, laptops, fototoes... Maar doet het niet! Nee. In een pak melk zit nog geen camera. Maar als je een camera hebt, dan zet je die aan. Je neemt een stukje van je verhaal op en zet de camera weer uit. Voilà, een shot is gemaakt. Denk voordat je gaat filmen dus wel goed na. Want je mag maar 5 shots maken. En de film mag niet langer duren dan 1,5 minuut. Dat is 90 seconden trouwens. Als je film klaar is, dan zet je hem bijvoorbeeld op YouTube of Vimeo. En stuur je de link voor 1 juni naar dit e-mailadres. De 3 beste 5-shot films worden vertoond tijdens de grote finale op 20 juni in Tuschinski. En wij zorgen dat jij met je hele klas mag komen.